Mijn naam is Olivier Mannenhuitveld. Ik ben cardioloog in het Erasmus MC en ik hou me bezig met mensen met eindstadium hartfalen. En als die op pillen niet meer uitkomen of die in aanmerking komen voor een mechanisch steunhart of een harttransplantatie. Als we kijken naar de Nederlandse bevolking, dan lopen er op elk moment in Nederland ongeveer 200.000 mensen rond met hartfalen. En elk jaar komen er ongeveer zo'n 10% nieuwe mensen met hartfalen bij. Die blijven helaas niet allemaal in leven. Daar gaan ongeveer ook 7.000 per jaar weer van dood. Maar dat betekent dus dat er een enorme toename is van het aantal hartfalenpatiënten. Een transplantatie hart versus een steunhart, dat zijn twee verschillende dingen. Een steunhart kan je gebruiken ter overbrugging naar een harttransplantatie. Maar je kan ook het gebruiken als therapie aan zich. Dus als je niet meer in aanmerking komt voor een harttransplantatie, dat je bij het steunhart houdt. Zo is Karin van den Nieuwendijk een patiënt die hier geholpen is. Eerst met een mechanisch steunhart van de tweede generatie, die inmiddels ook succesvol een harttransplantatie heeft ondergaan. En zij kan meer vertellen over de ervaringen die zij gehad heeft in dit traject. Ik ben Karin. 6 jaar geleden kreeg ik een hartinfarct. De linkerkant was zo beschadigd, dus ik had geen pompfunctie meer. Gelukkig kreeg ik toen een steunhart, wat me in staat stelde om voor onze 4 kinderen verder te zorgen en ze te zien opgroeien. Dankzij dat steunhart was ik ook in goede conditie om 2,5 jaar geleden getransplanteerd te worden. En toen was er een donorhart voor mij. En dat heb ik nu 2,5 jaar. En zonder dat steunhart hadden mijn kinderen geen moeder meer gehad. Wij kunnen steeds meer voor deze mensen die hartfalen hebben. Waar wij dan het steunhart bij uitstek een nieuwe ontwikkeling is van de afgelopen 10, 15 jaar. Die momenteel te weinig mensen bereikt. Simpele regel, wordt iemand binnen een jaar voor 2 keer voor hartfalen opgenomen. Dan moet die verwezen worden naar ons centrum om te kijken of er aanvullende therapie in een vorm van een steunhart mogelijk is. Zodat we meer mensen bereiken en ook meer mensen uiteindelijk kunnen helpen. En meer mensen uiteindelijk ook een betere kwantiteit, maar ook kwaliteit van leven kunnen bieden.